Suriname heeft voor dit jaar reeds 30 doden bij zwangeren geregistreerd. Dit baart enorm zorgen, zegt dokter Lakshmi Kodan, lid van de stuurgroep maternale en neonatale zorg. In de afgelopen maanden heeft Suriname een toename gezien in ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 bij zwangere vrouwen. Tot oktober 2021 zijn 19 zwangere vrouwen overleden aan het coronavirus. Kodan benadrukt dat zwangeren extra kwetsbaar zijn voor het COVID-19-virus. Er is een 3 keer grotere kans om op de IC intensive care te belanden. Ze hebben een 2 keer grotere kans op overlijden. En verder kan de placenta, dus de moederkoek, geïnfecteerd raken en dat heeft weer gevolgen voor het ongeboren kind. In 2021 merken we dat met de toename van sterfte ten gevolge van COVID, en daar hebben we 19 van gehad in de afgelopen paar maanden, in dit jaar nog, dat er een explosieve toename is van het aantal zwangerschapsgerelateerde sterfte. En eigenlijk heb ik niet eens plaats voor dit puntje hier. Want we hebben niet eens gerekend dat de moedersterfte ooit zo hoog kan zijn in Suriname. En dat is enorm zorgwekkend. We praten over 19 sterftes ten gevolge van COVID-infecties bij zwangere vrouwen. Maar daarnaast zijn er ook nog sterftes ten gevolge van andere redenen. Want vrouwen gaan door andere redenen ook nog dood in de zwangerschap, zoals bloedingen, hoge bloeddruk. En die sterftes die zijn ook gewoon gebleven. En daarvan hebben we er tot nu toe 11. Dus je snapt dat, dat we voor dit jaar nu al in oktober zitten op 30 sterftes bij zwangere vrouwen. Kodan wijst erop dat met de toename van COVID-besmettingen in de samenleving meer zwangere vrouwen besmet zullen raken. Het niet vaccineren bij zwangere vrouwen kan leiden tot enorme gevolgen voor moeder en kind. Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte en sterfte. Dat is wat we al weten. Dat geldt ook voor de zwangere vrouw. We weten ook al dat de zwangere vrouw meer kwetsbaar is. Daarnaast heeft ze nog een baby in zich. En soms moet vanwege de COVID-infectie bij de zwangere vrouw de baby eerder geboren worden. En vandaar dat wij hier zijn om alle zwangere vrouwen in Suriname te adviseren om zich te laten vaccineren. Zodat ze zich kunnen beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte. Maar ook vroeggeboorte voorkomen kan worden. Want als die moeder zo ziek is, moeten we het kind geboren laten worden als het kind niet al ziek is of overleden is. Want dat gebeurt ook nog. En van al die vrouwen die we dus hebben gehad die overleden zijn, die 19 vrouwen, geen van hen waren gevaccineerd. Kodan sprak gisteren op de reguliere COVID-19 persconferentie, waarbij er steeds een beeld wordt gegeven van de COVID-19 situatie in ons land.